Goedenavond, beste kijkers. Namens Pakhuis de Zwijger en uitgeverij Omniboek heet ik u van harte welkom bij de livecast De Nederlandse Genocide op de Banda-eilanden. Dit is tevens de 10e editie van Emancipating History, een reeks die door Pakhuis de Zwijger wordt gepresenteerd om geschiedenissen en emancipatiebewegingen van ongehoorde stemmen uit te lichten. Deze en andere afleveringen van de reeks kunt u bekijken via YouTube en op de website van Pakhuis de Zwijger. Vanavond gaan wij in gesprek met Marjolein van Pagé, historica en auteur van het onlangs verschenen boek Banda, de genocide van Jan Pieterszoon Coen. Het voorwoord van het boek werd geschreven door Francisca Patipilohi, die vanavond ook aanwezig is en zal spreken. Mevrouw Patipilohi is in 1965 vanuit Indonesië naar Nederland gekomen en is sindsdien actief in de zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging. Na de boekpresentatie van Marjolein gaan we in gesprek met drie nazaten van de Bandanese diaspora, namelijk Ridwan Ohorella, Marcel Matulessi en Lucas Elowarin. Met hen gaan we in gesprek over het belang van de volledige vertelling van de geschiedschrijving over het Nederlands koloniale verleden in Indonesië. Zij hebben met het verhaal van hun voorouders, die ten tijde van de genocide van Jan Pieterszoon Coen op de Banda-eilanden, bijgedragen aan de totstandkoming van het boek Banda, dat door Marjolein van Pagé is geschreven. Tot slot gaan we in gesprek met Christa Soeters, de oprichter van Revolutionair Verbond. Het eerste exemplaar van het boek wordt aan haar uitgereikt, waarna we samen met haar en mevrouw Patipilohi in gesprek gaan over de antikoloniale beweging in de geschiedvertelling over Nederlandse bezetting in Indonesië. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Jan Pieterszoon Coen opdracht gaf tot misdaad van de veelbesproken misdaad, de genocide van de bewoners van de Banda-eilanden in Indonesië. In een periode van 20 jaar werden de Bandanese bewoners verjaagd, vermoord en tot slaaf gemaakt. Dat allemaal voor de monopolie van nootmuskaat en foelie. Nadat zij uit hun huis werden verdreven en vermoord werden, werd de allereerste Nederlandse plantagekolonie op de Banda-eilanden opgezet. In haar debuut Banda plaatst historica Marjolein van Pagé daarom de genocide in een grotere context van de Nederlandse geschiedenis en het ontstaan van Nederland als natiestaat. Voordat we met haar in gesprek gaan, kijken we nu eerst naar een fragment van Francisca Patipilohi. Pieterszoon Coen was een gewetenloze koopman die geen enkel middel schuwde om zijn doelen te bereiken. Hoewel hij niet de enige Nederlander was die zo gewelddadig optrad, is hij de man die de Banda-eilanden in 1621 definitief veroverde. Door zijn toedoen kreeg Nederland het monopolie op de handel in nootmuskaat, waardoor de VOC grote rijkdommen kon vergaren. Specerijen hadden in de 17e eeuw een extreem hoge marktwaarde. Van alle specerijen was nootmuskaat het duurst, duurder zelfs dan peper en kruidnagel. De specerijen brachten op de markt in Europa een veelvoud op van de inkoopprijs, waardoor de VOC gigantische winsten maakte. Nootmuskaat leverde soms 300 keer zoveel op als de inkoopprijs op Banda. Emeritus hoogleraar economie Dirk Barreveld berekende eens dat de waarde van een gemiddeld VOC-schip op 250 miljoen euro lag in geld van nu. In de geschiedenis van het westers kapitalisme staat de VOC nog steeds bekend als het grootste bedrijf dat ooit heeft bestaan.
Omgerekend in geld van nu lag de marktwaarde van de VOC in 1637 op 7,5 biljoen euro. Dit staat gelijk aan de beurswaarde van 17 hedendaagse multinationals bij elkaar opgeteld. Grote multinationals als Apple, Microsoft en Tesla kunnen bij lange na niet tippen aan de VOC. Daarnaast is Coen ook bekend vanwege het stichten van de koloniale nederzetting Batavia in 1619 op de resten van de Javaanse stad Jayakarta die hij had verwoest. Dit geldt als het begin van Nederlands grootste en meest winstgevende kolonie. Beide plaatsen zijn onlosmakelijk met mijn familiegeschiedenis verbonden. Mijn ouders zijn geboren en getogen op Banda. Batavia is waar ik mijn jeugd doorbracht. Mijn familie viel onder het handjevol feodale heersers met wie het Nederlandse regime samenwerkte. Dit hield in dat wij als Molukse familie dan wel enige welstand genoten, maar tegelijkertijd bij de laagste categorie van het drielaags apartheidssysteem werden ingedeeld. Hoe rijk we ook waren, we bleven inlanders, niet gelijk aan Europeanen. Inlander gold algemeen als een denigrerend term en ik schrok dan ook toen ik in mijn schoolrapport las dat ik een inlands leerling bleek. Hoe succesvol mijn vader ook was met zijn carrière als architect, in de tram of bus moest hij in een ander coupé plaatsnemen. Toen ik eens samen met mijn Indo-Europese schoolvriendinnen wilde zwemmen, werd ik als inlander geweigerd bij de poort. Daarom, als Jan Pieterszoon Coen geroemd wordt als de grondlegger van het Nederlandse imperium over zee, dan is de raciale segregatie waar zijn volksplanting toe leidde evenzeer een gevolg. Voor de diverse volken in Indonesië werd met de stichting van Batavia 3,5 eeuw witte overheersing ingeluid. Deze lange periode heeft niet alleen Indonesië gevormd, ook Nederland is hieruit voortgekomen. Ook al is de naam van Jan Pieterszoon Coen bekend en staat zijn standbeeld nog steeds op een sokkel, de details over zijn wrede daden kennen de meeste Nederlanders niet. Door gebrekkig geschiedenisonderwijs blijft algemene kennis over voormalige kolonie zeer beperkt. Velen weten niet hoe groot en divers het gebied is waarover Nederland heerste. Indonesië is een land met 150 verschillende etnische groepen en met de grootste moslimbevolking ter wereld. In de koloniale tijd telde de bevolking al tientallen miljoenen mensen. Inmiddels is dat aantal uitgegroeid tot meer dan 260 miljoen. Sinds de succesvolle rechtszaking van Stichting KUKB tegen de Nederlandse staat is er recentelijk meer aandacht voor de koloniale oorlog die Nederland eind jaren 40 voerde tegen de onafhankelijke Republiek Indonesië. Na eeuwenlang koloniale onderdrukking en uitbuiting werd Nederland in 1942 door de Japanners verslagen. Toen zij in 1945 capituleerden, riepen Sukarno en Mohammed Hatta de onafhankelijkheid uit. Dit werd door Nederland niet geaccepteerd. Er werd met geweld geprobeerd om de voormalige kolonie terug te krijgen. Door de KUKB-rechtszaken bereikte het leed van de Indonesische nabestaanden de Nederlandse huiskamers. Nadat de Black Lives Matter-beweging vanuit de VS naar Nederland overwaaide, is er meer dan ooit aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden en de racistische nasleep daarvan. Tegenwoordig wordt kolonialisme algemeen gezien als een misdaad tegen de menselijkheid. Waar echter nog steeds niet over gesproken wordt, laat staan dat het wordt erkend, is de omvang van wat het Indonesische volk is aangedaan. Het Nederlands kolonialisme en het daarbij behorende racisme heeft veel kapot gemaakt en dit werkt tot op heden nog door. In 1942 was het merendeel van de Indonesische bevolking nog ongeletterd. Slechts 6% kon lezen en schrijven. Van de kleine groep Indonesiërs die wel naar school mochten,
werd maar een handjevol toegelaten tot een hogere opleiding. Op een bevolking van toen 70 miljoen mensen is dat niks. Los van het fysieke geweld waarmee kolonialisme altijd gepaard gaat en dat al erg genoeg is, maakten kolonialen ook altijd gebruik van verdeel en heers. Ik beschouw deze tactiek als een van de ergste misdaden tegen de menselijkheid. Het gaat om het tegen elkaar uitspelen van etnische groepen om op die manier als kleine minderheid een miljoenenbevolking te kunnen overheersen. Ook Jan-Pieter Zonkoen maakte hier gebruik van door Bandanezen tegen elkaar uit te spelen. Pas toen dat niet lukte, besloot hij dat alle eilanders moesten worden geëlimineerd. Het herkennen van de typisch koloniaal verdeel- en heerspolitiek is zo belangrijk omdat het effect daarvan nog steeds voelbaar is. Hoe konden een paar honderdduizend witte koloniale heersers anders tientallen miljoenen Indonesiërs onderdrukken? Het was zonder verdeel- en heers niet mogelijk geweest. De totstandkoming van het KNIL illustreert de misdadige werking van de verdeel- en heerspolitiek. Javaanse, Molukse, Soenanese en Menadonese mannen werden in een koloniaal leger geplaatst onder het gezag van Nederlandse officieren. Ze kregen als opdracht hun eigen broeders en zusters aan te vallen en te vermoorden, met alle gevolgen van die. Afsluitend, als we dit alles meenemen, dan is het niet verwonderlijk dat de koloniale mentaliteit voortleeft onder inwoners van voormalig gekoloniseerde landen. Zoals het denken van Nederlandse mensen gevormd is door het koloniale systeem waarvoor Koen de basis heeft gelegd, zo heeft ook het huidige Indonesië nog last van de spoken uit het verleden. Als we vooruitgang willen boeken en de patronen uit het verleden willen doorbreken, dan zullen we deze spoken eerst moeten durven aankijken. Dat was het voorwoord van Francesca Petipilohi in het boek Banda, de genocide van Jan-Pieter Zonkoen, geschreven door Marjolein van Pagé, historica en auteur met wie we nu in gesprek gaan. Marjolein, de geschiedenis van Banda, daar zien we dat Europeanen al naar de Molukken zijn gegaan, zoals bijvoorbeeld de Portugezen en daarna de Nederlanders pas. Maar hoe komt het dat de Nederlanders nu de genocide tot stand hebben gebracht? Ik denk dat als we het hebben over de komst van de Europeanen in Zuidoost-Azië en in andere delen van de wereld, dat het heel belangrijk is om ook te hebben over wat daarvoor was. Specifiek in de Molukken, in Banda, was er een heel goed functionerend handelsnetwerk van heel veel etniciteiten, die allemaal andere volkeren die vanuit heinde en ver naar onder andere Banda kwamen om daar nootmuskaat te kopen en allerlei relaties aangingen. Niet alleen pure handel, maar ook onder andere de islam was er sterk geworteld. Dus als we dan de vraag hebben van hoe komt het nou dat de Europeanen zo gewelddadig optraden, niet alleen Nederland, net zo goed Portugal en al die andere West-Europese volken die samen het West-Europees wereldrijk vormen, dan denk ik dat religie een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Belangrijker, dat besefte ik mij tijdens het schrijven, omdat het niet alleen gaat om, het ging ook om het verkrijgen van iets wat ze zelf niet hadden. Mm-hmm. Dus in dit geval nootmuskaat, wat echt zo. Mevrouw Patipilohi zei het net al, dat het zo duur was. Mm-hmm. Dus daar was ook een motief van: wij willen iets hebben wat we zelf niet hebben. En wij willen ons niet aanpassen. Wij willen ons niet gelijkstellen met al die andere handelaren. Mm. En waarom niet? Ja, ik denk omdat een heel belangrijk punt is dat heel veel moslims waren. En ik denk dat die oude, we praten nu soms alsof het nu, alsof de discussies rondom wat de islam is. En daar wordt nu soms over gedaan alsof dat nu pas speelt of sinds een aantal jaren. Maar we moeten echt terug naar 1600 om daarin ook te zien hoe eigenlijk dat sentiment van die kruistochten
daarvoor gewoon meeging in het, in het gewelddadig optreden in Azië. Zou je dan spreken van moslimhaat op dat moment? Ja. Als ik dat zie en al die stukken die ik gelezen heb voor dit boek. Ik heb ook, je kunt heel makkelijk nu aan bronnen komen uit die tijd. Heel veel is gedigitaliseerd. En dan lees je dus hoe Jan Pieterszoon Koen. Ze noemden dan moslims, noemen ze Mooren. Hè? En hoe hij daarover spreekt, nou, daar heeft hij gewoon geen goed woord voor over. Dus ik denk dat we dat samen, dat het een samenspel van allerlei. Heel veel dingen kwamen samen in hoe die Europeanen daar op het toneel verschenen. Dus de religie heeft meegespeeld in het feit dat Koen dan de volkeren daar lager zagen dan hij zelf. Ja, ook. Maar ook, dus het was inderdaad ook dat hij ze sowieso al als minder zag. Mm-hmm. Maar ook dat ze zich niet wilden schikken in een gelijkwaardige positie. Want waarom? Ze hadden ook net zo goed als al die volkeren die uit India, uit Arabische gebieden, noem het maar op, in Banda terechtkwamen. En ook huwelijken aangingen en vermengden. Het was een echte mengcultuur die daar was. Waarom gingen zij niet ook zo naast zo'n positie, gelijkwaardige positie innemen? Ik denk omdat zij zich daar te goed voor voelden. En dat ze, ook die hebzucht natuurlijk van wij willen gelijk een monopolie. Dus wij willen mono, wij willen alles voor onszelf. Egoïsme en hebberigheid speelden daarin ook zeker een rol. Maar ook dus dat idee van. Dat ze daar kwamen en ook zagen dus dat de moslims die door de Habsburgse familie die in Spanje was begonnen om daar de moslims uit Spanje te verdrijven, kwamen ze dus in Azië eigenlijk weer tegen. Dus die Portugezen die al zo getraind waren in hun mindset om tegen moslims in te gaan, die kwamen in Azië terecht en die wilden dat fel begeerde dat niet alleen nootmuskaat, maar nootmuskaat was het duurste. Ook in andere gebieden in de Molukken. Ze kwamen ook om kruidnagelen. Foelie zag ik ook. Foelie hoort bij nootmuskaat. Ja. Maar op Java haalden ze natuurlijk peper. En dat was allemaal diezelfde. Dan zie je toch een beetje dezelfde situaties ontstaan. Maar ik denk dat Banda specifiek heel belangrijk is. Omdat, wat ik zei, het was het meest begeerde stukje specerij wat er op dat moment op de markt was in Europa. Maar ook omdat Banda volgens mij, wat mijn indruk is geweest, dat de Portugezen voordat die Nederlanders kwamen al in heel veel gebieden verdeel en heers hadden gedaan. En dus ook door mensen aan zich te binden en te kerstenen, hè, dus christelijk te maken, hadden ze al heel veel gebieden tegen elkaar kunnen opzetten. En Banda was een soort van de laatste stronghold, zou je kunnen zeggen, van waar dat nog niet toegepast was. Dus waar die Portugezen wel geprobeerd hebben om een voet tussen de deur te krijgen, maar waar ze zijn daar niet in geslaagd. En dus hebben die Nederlanders dat wel geprobeerd, maar ook niet. En is dit verhaal bekend in de gangbare vertelling van de geschiedenis op Banda? Nou ja, wat mij opviel is dat er heel veel is gewist. En dat er heel veel, toch echt, waar ik in ieder geval gaandeweg achter kwam. Want ik moet zeggen, ik had eerst een boek geschreven. Ik had al een heel groot stuk op papier staan. En toen kwam ik dus in contact met Ridwan, Lucas en Marcel. En ik heb het echt moeten herschrijven. En vooral op het punt, dus ik bedoel, we zijn allemaal natuurlijk, je weet niet waar precies die koloniale leugen in zit. En je denkt, ik begon met het schrijven en ik dacht, waarom al die Nederlandse boeken die ik las, die noemen wel dat er, die hebben het dan heel de tijd over een verdeling die er dan zou zijn geweest. Dus dat er in op Banda, dat alsof de eilandbewoners zelf al heel erg verdeeld waren. Dat schrijven zij dan, maar ik hoop dat we daar zo nog op terugkomen. Maar, en ze schrijven dan. Even kijken hoor. Dus in die Nederlandse boeken wordt wel zo terloops gemeld dat er iets van verdeling was. En dat er. Dus ik dacht, ik ga uitlichten, benadrukken hoe Nederland, de VOC, Jan Pieterszoon Koen aan verdeel en heers hebben gedaan. Mm-hmm. Ik dacht, er was dus al een verdeling en die hebben ze dus benut. Maar waar ik dus achter kwam, is dat die verdeling in zichzelf eigenlijk, die bestaat volgens mij alleen in de hoofden van die VOC en in die Nederlandse boeken. Maar
ik denk dus dat waar ik net over sprak, over dat handelsnetwerk dat bestond, dat moest juist anders, dat is anders in die boeken terechtgekomen. Dus dat moest natuurlijk gekleineerd worden. En wat je ook ziet is dat in Nederlandse geschiedenisboeken die bannen in de identiteit niet echt geconnect wordt met islam. Het wordt wel genoemd, maar niet, de nadruk ligt daar niet op. En ja, ik geloof dat de biograaf van Koen, Jur van Goor, die zei eens in een interview over de genocide, hoe kwalijk ook volgens onze hedendaagse normen. Dit was toen een veel voorkomend gebruik onder vorsten in Zuidoost-Azië. En waar wordt dat naar verwezen? Ja, hij bedoelt gewoon van, voor mij kwam het over. Dus hij bagatelliseerde sowieso wat de Nederlanders daar deden. Mm-hmm. En zij dus. Ja, zo gingen ze daar eigenlijk al met elkaar om allemaal. Ja. Dus dat beeld is volgens mij heel erg belangrijk. Dat is geconstrueerd. Van, ze lagen daar, iedereen was daar aan het vechten met elkaar. En er was helemaal geen vrede. Dus toen die Europeanen kwamen, was er eigenlijk, maakte niet zo heel veel uit. Die waren ook gewelddadig. Maar iedereen was klopt al. Dus niet. En ik denk dat dat absoluut onjuist is. En dat we daar misschien in de toekomst meer over moeten hebben. Hoe dat een geconstrueerd en foutief beeld is. Oké, maar hoe is die verdeel en heers dan uiteindelijk tot stand gekomen? Ja, ze hebben dus echt geprobeerd, wat ik teruggevonden heb, of wat je ook in andere boeken wel kunt lezen, is dat zij het dan hebben over, hebben ze over Uli Siwa en Uli Lima. Mm-hmm. En dat, ik hoop dat jullie dat zo meteen wat beter kunnen uitleggen dan ik. Maar Uli Lima en Uli Siwa waren dus twee bondgenootschappen. Maar als ik dan lees, dan wordt dat dus gebracht als, dat dus de mensen die bij die Uli Lima hoorden, dat die dan echt in haat en nijd leefden met de mensen die bij Uli Siwa hoorden. En dan wordt er dus soms een kaartje zelfs gemaakt van die ene helft was daarvan en die andere helft daarvan. En ze gingen elkaar. Ik denk dat dat ook helemaal niet. Dat is gewoon, dat is zo gaan leven in de Nederlandse geschiedenisboeken. Maar dat is denk ik niet waar. Wat wel lijkt, zo lijkt te zijn, is dat de VOC en Jan Pieter van Koen geprobeerd heeft om toen hij, want hij heeft eigenlijk alleen het grote eiland ingenomen. Hè? Dus andere mannen hebben voor hem bijvoorbeeld het eiland Ai al ontvolkt. Hij was niet de enige en eerste die dat zo deed. Mm-hmm. Maar hij heeft het grootste eiland, Banda Besar, heeft hij inderdaad in 1621 bezet. En mensen moesten daar weg. En hij, wat wou ik daar nou over zeggen? Sorry, oké, dus we hebben net gehad over de politiek van verdeel en heers. Hè? Dus dat werd ook gedreven op de Wanda-eilanden. Nee, ik weet het alweer. Wat ik wou zeggen, best wel belangrijk. Hij heeft dus geprobeerd om echt verdeel en heers te doen door één aan te pappen met één kant van het eiland, waarvan hij dacht, die zijn wat zwakker. En die gaan we dan, die dwingen we tot samenwerking. Mm-hmm. En die anderen, die bombarderen gewoon. Dus ze hebben de ene kant van het eiland, hebben ze echt, toen ze aankwamen met de grote vloot, hebben ze echt beschoten en weet je wel, echt keihard oorlog. En met die anderen gingen ze praten. Ja. En dat lees je terug in hun stukken, in Nederlandse stukken, dat ze dat deden, omdat ze dan hoopten dat die ene helft dan wel zich zou overgeven. En dat is niet gebeurd, want die gingen ook, die gingen daar natuurlijk niet in mee. Ja. En dat is dus de verdeel- en heerspoging die er wel, denk ik, is geweest. Maar dus, die dus helemaal niet zegt dat in die zin de Bandanezen dat beeld van, oh, ze hadden altijd al, ze vochten elkaar sowieso al de tent uit. Dat is dat beeld waar ik tegen, waar ik denk dat niet waar is. Is dat de grootste boodschap dat mensen moeten halen uit het lezen van jouw boek? Nou, vooral dat het heel belangrijk is, denk ik. En inderdaad, wat ik net zei, je weet niet waar de leugen in schuilt. En dat we dus, ik vind het opvallend dat er heel veel aandacht nu is in Nederland voor Banda dit jaar. Mm-hmm. Dus na jaren dat bijvoorbeeld de VOC gewoon is vereerd en gevierd. Mm-hmm. En de verjaardag ook van Jan Pieter van Koen, gaan we nu ineens aandacht besteden aan de genocide. Mm-hmm. Die nog niet eens zo genoemd wordt, want dat die term gaat velen hier ook nog eens te ver. Ja. Dus dan gaan we daar allemaal over praten. Maar ik ben daar dan nog steeds wel sceptisch op van, maar waarom en wat gaan we er? Hoe diep gaan we en hoe ver gaan we? En ik hoop dat, hopelijk ook aan de hand van dit gesprek en wat jullie te vertellen hebben,
dat we verder gaan dan alleen maar zeggen van, oh ja, het was wel erg, maar weet je, ja, ik mis wel die de erkenning. Ja, en vooral heel belangrijk, en daar komen we nu over te spreken, de uitwissing ook van de diaspora op Kei, die, ja, ik heb dat in ieder geval nu wel benadrukt in mijn boek, dat natuurlijk ook weer zo'n element is in die verdraaide geschiedschrijving, wat volgens mij niet toevallig is. Ja. Ja. Ik ga nu over op Ridwan Ogorella. Jij hebt samen met Marcel en met Lucas bijgedragen aan het boek Banda, de genocide van Jan Pieterszoon Koen. Met jullie verhaal over die voorouders. Hoe maakt de Bandanese geschiedenis eigenlijk deel uit van jullie identiteit als Molukse Nederlanders? Ja, van kleins af aan heb ik, zeg maar, de verhalen meegekregen vanuit mijn stamboom. Dat is, denk ik, voor elke Molukker denk ik wel herkenbaar, dat je verhalen meekrijgt van huis uit over degene die voor je zijn geweest. Mm-hmm. En zo heb ik dan, zeg maar, de verhalen meegekregen van mijn opa. Waarin het hoofdstuk Banda heel sterk benadrukt wordt. Mm-hmm. Omdat, zeg maar, het verhaal van Banda begint niet in 1600, ook niet in 1400. Het verhaal van Banda begint in 622. Mm. En die verhalen, die zijn opgeschreven. En die zijn opgeschreven en bewaard. Mm. En ik ben een afstammeling van Salamun. Dat is een van de vijf architecten, heersers, zeg maar, van Banda. Mm-hmm. En wij zijn dan gezetteld in Tulehu op Ambon. En wij hebben een heel groot stuk hebben wij bewaard gehouden, zeg maar. Van die verhalen waar je het over hebt? Van die verhalen, ja. Ook op schrift. Mm. Dus, maar die verhalen zijn altijd binnenshuis gebleven. Maar het zijn verhalen van eeuwenoude, ja, ja, tradities ook. Ja, zelfs de kledij van hun, die zijn nog bewaard. Ja. En met spullen, weegschalen om de zakaat, zeg maar, te wegen. Mm-hmm. Die zijn er nog allemaal. Ja. Kleding, hun tonkat, hun staf, ja, zeg maar, voor de godba. Ja. Voor de vrijdagsabbet, die zijn er allemaal. Ja. En het zijn allemaal moslims, hè, wat je nu zegt. Godba, ja, zakaat. Ja, ja, ja. Dat, ja, zijn allemaal, klopt, islamitische termen. En, klopt. En het is, wat ik al zei, het is altijd binnen het huis gebleven. Ja, waarom is dat? Ik weet het niet. Ik denk ook dat een stukje, als je kijkt naar de geschiedenis van Banda, dan wordt er heel veel weggelaten. Mm-hmm. Heel selectief wordt er over Banda gepraat. Ja. En er wordt heel veel gezegd. Mm. Maar hetgeen wat er wordt gezegd, klopt niet met de verhalen die geschreven zijn door onze eigen voorvaderen. Mm-hmm. En dat is, zeg maar, wel een hele, ja, dat staat haak, zeg maar, op wat ik van huis uit heb meegekregen. En nu is het, zeg maar, een soort van een hype om te hebben over Banda. Ja. En ja, dus dat heeft me eigenlijk wel een beetje overwogen. Zo ben ik ook, zeg maar, mijn twee neven ben ik op mijn weg tegengekomen in jarenlang de geschiedenis bij mezelf te hebben gehouden. Mm-hmm. Door een gesprek met Marcel in Amsterdam ben ik met Lucas in aanraking gekomen. En zo is het balletje gaan rollen. Ja, maar jullie spreken ook, en dat heeft Marjolein het ook gezegd, en dat staat ook in het boek, hè, over de historische uitwissing van de identiteit van de Bandanese diaspora-gemeenschap. Hoe wordt dat, ja, hoe vindt dat plaats? Nou ja, ik denk dat Marjolein al een heel groot stuk heeft, niet van een belangrijk stuk heeft gezegd. Zij wilden zich niet, zeg maar, scharen als gelijkwaardige. Mm-hmm. Terwijl Chinezen dat wel deden. Mm-hmm. Uit India dat wel deden. Uit Saudi-Arabië dat wel deden. Mm-hmm. En vanuit andere streken uit Zuidoost-Azië, uit Nusantara, zeg maar. Mm-hmm. Zij wilden altijd erboven staan. Ja. En op een gegeven moment dan ga je, wil je een monopolie. Mm-hmm. Maar dat kan niet op een normale manier. Mm-hmm. Nou, dan gaat ego spelen. Maar het mooiste van alles is, zeg maar, dat onze voorvaderen de goedheid hadden om het met de Nederlanders te delen. Die kregen hun eigen lappen grond. Ja. Die mochten gaan verbouwen. Er werden mensen aangewezen om ze te ondersteunen. Ja. Maar toch konden ze die goedheid van onze voorvaderen, die konden zij niet aan. Die gastvrijheid ook. Die gastvrijheid konden ze niet aan. Dus ze wilden steeds meer. Ja. En het is een heel selectief verhaal wat gaat om Banda. Mm-hmm. Want het is natuurlijk een soort van een zwarte bladzijde, ja, in de Nederlandse geschiedenis. Maar ik ben wel van mening, en heel sterk van mening eigenlijk, ook door met mijn twee nieuwe neven eigenlijk erover hebben gehad. En veel ruggespraak met de kampong, mm-hmm, te hebben gehad. Van, als wij meegaan in dat bestaande verhaal,
dan zijn wij net zo schuldig. Dan maken we ons net zo schuldig aan het woordje genocide. En dat is iets wat wij denk ik, en op Ambon, dat zo, op Maluku sowieso, daar gaan wij tegen. Ja. En in dat, wat dat betreft ben ik blij dat wat onze voorvaders zeg maar, hebben opgeschreven en nagelaten, dat we dat kunnen afchecken. We kunnen dat aftoetsen. Wat is dan de kern van dat bestaande verhaal? Wanneer we praten over de Molukse geschiedenis en nu toevallig over met betrekking tot Banda, dan hebben we het eigenlijk over onszelf. Mm-hmm. Over onze eigen DNA. Ja. Wie waren zij die voor ons waren gegaan? Mm-hmm. Wat hebben zij ons nagelaten? Hoe was hun levenswijze? Mm-hmm. Hoe waren hun karakter? Want als je al die mooie verhalen, zeg maar, vanuit de, wat wij zeggen, boeken te baggen, de koperen boeken, die met de hand geschreven zijn door onze voorvaderen zelf. Mm-hmm. Van generatie op generatie zijn die overgedragen. Ja. Als je al die verhalen leest, dan lees je karakters. Hoe een mens moet leven, hoe een mens moet delen, hoe een mens met elkaar, hoe een samenleving opgezet moet worden. Ja. En in de Nederlandse boeken, helaas, zie je juist dat het tegenovergesteld is. Wij worden daarin, zeg maar, het Molukse verhaal. Mm-hmm. Waaronder ook Banda in dit geval, wordt op zo'n manier weggezet en weggeschreven dat we echt wilden waren of zo. Mm. Dat we wilden waren in lendendoekjes en we moorden elkaar uit. Ja. Terwijl alles was geregeld. Mm. En hetgeen wat geregeld was, staat gewoon op schrift. En al die verhalen, die worden ook in kapatas, warwar, liederen, zeg maar, worden die meegegeven. Mm-hmm. En dat zijn ook, zeg maar, voor ons als Molukkers, is het een criteria. Praten we over de Molukse geschiedenis, dan praten we over stambomen. Ja. Praten we over de Molukse geschiedenis, dan hebben we het over de boeken Tembagas. Ja. De geschreven, wat geschreven is, de liederen. Maar ook hetgeen wat onze voorvaderen aan objecten hebben nagelaten. Want die hebben allemaal een verhaal. Ja. Dus het gaat ook om de invalshoek van hoe je het verhaal vertelt. En niet alleen maar precies wanneer het begon toen bijvoorbeeld de Molukkers naar Nederland zijn gekomen 70 jaar geleden, waar nu de focus vooral op ligt. Het is veel breder dan dat. En dat heb ik verbaast ons ook wanneer wij met elkaar bellen, dagelijks, wanneer we elkaar zien. Dan, en met ook met het contact met Molukken, zeg maar. Ja. Het Molukse verhaal is veel groter dan Banda. Ja. Ja. Het Molukse verhaal is groter dan, je had net aan, zeg maar, het Molukse aan Nederland, is veel groter dan dat. Mm-hmm. Mm-hmm. En veel mooier dan dat. En heeft een veel, hoe moet ik het zeggen, niet om chauvinistisch te zijn, of sombong, om het zo maar te zeggen. Sombong betekent arrogant. Arrogant. Even ter vertaling. Sorry, ik had het moeten vertalen. niet om dat, maar het heeft een meerwaarde. Ja. Het heeft een, vind ik, met betrekking tot Banda. Banda heeft een prominente positie als het gaat om de wereld. Ja. Lucas, dan richt ik mij nu even tot jou. Wil jij even reageren op wat Ridwan heeft gezegd? Ik kan weinig aan toevoegen. In principe. Nee, de samenwerking, zeg maar, met Marjolein is ook tot stand gekomen. Zeg maar met. Ja. Hoe zal ik het zeggen? Met nauw contact vanuit de Molukken. Dus het is niet, zeg maar, dat wij vanuit ons eigen belang mee hebben gewerkt aan het boek. Mm-hmm. Maar wel echt vanuit onze, ja, wat Ridwan ook mooi vertelt, vanuit onze stamboom, dus de Sejara. En de ook, geschiedenis. Ja, de geschiedenis. Maar ook in bespreek van wat wij mogen vertellen, wat kunnen wij vertellen en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk overbrengen in het boek. Dat hebben jullie in samenspraak besloten, ja, uiteindelijk. Ja, dus dan praat ik over de Kampongse. Banda Eli, Banda Elat, Kailolo, Tuleu, ja. En mijn eigen kampong Dian. Ja. En hoe werd dat eigenlijk opgevangen binnen de Molukse-Nederlandse gemeenschap, dat jullie hiermee bezig zijn? Ja, ze waren wel verbaasd. Mm-hmm. Omdat we zitten de laatste tijd zitten we wel veel op Clubhouse. En dan, ja, Ridwan heeft dan ook een room, die heet Kakatua. En dan vertelt hij ook bepaalde verhalen. Mm-hmm. En zo zie je wel dat, zeg maar, de Molukse jongeren nu, zeg maar, in Nederland is een beweging nu dat veel Molukse jongeren nu ook echt teruggaan naar
proberen terug te gaan naar hun Sint-Jarre. Ja. Dus zo ben ik zeg maar ook mijn eigen hele jeugd zeg maar, gaan zoeken. Mm-hmm. Totdat ik Ridouan tegenkwam en nog verder in de Sint-Jarre van Banda ging. Ja. Zou je dan zeggen dat het een anticoloniale of decoloniale invalshoek is? Ja, dat... Ik denk wel dat het veel te maken heeft met de geschiedvervalsing. Dat zeker wat Marjolein ook aangaf, dat de bestaande bronnen eigenlijk vanuit het westerse perspectief wordt verteld. En dat eigenlijk, we zijn zo bij elkaar gekomen dat we toch, toch terug bellen naar de Molukken, mm-hmm. naar de verschillende kampongs. En dat het wel één perspectief wordt verteld. En toch van de Molukken is heel groot. Ja. Ik kom van Dian, hij komt van midden Molukken. Mm-hmm. En ja, toch blijft het verhaal hetzelfde. Ja. Dus ja, dat wil ik ook wel benadrukken. Dat waar wij, zeg maar, wat wij hebben verteld, dat het ook vanuit één perspectief wordt verteld. En niet vanuit meerdere perspectieven. Ja. En hoe belangrijk is dat volgens jou, Marcel, dat het vanuit één perspectief wordt verteld? Heeft dat ook te maken met zeg maar, het gevolg van het verdeel en heers? Wat er jarenlang heeft plaatsgevonden op Banda? Ja, heel belangrijk. Mm. Zoals Lucas al zei, we hebben één verhaal. Mm-hmm. En hoe zou ik het zeggen? Zijn mensen bereid ook om dat verhaal aan te horen? Omdat het ook heel erg verschilt hè, met het verhaal dat we hier horen. Ik denk horen. Wel dat mensen bereid zijn en willen accepteren dat het verhaal er is. Mm-hmm. Ook omdat wij, meneer Van ook zei, we hebben het op schrift staan. Mm-hmm. Dus mensen kunnen altijd navragen naar ons verhaal. En ze krijgen van daaruit, uit de Molukken, krijgen ze een bevestiging daarvan. Mm-hmm. Maar het is nieuw. Het mm-hmm. is nieuw. Mensen zullen eraan moeten wennen. Mm-hmm. Omdat, wat Marjolein ook aangaf, er is heel veel gewist. Mm-hmm. En ons verhaal gaat gewoon verder dan het verhaal wat mensen eigenlijk alleen kennen van J.P. Koen of de Kruidnagel of een Heuts verhaal. Mm-hmm. We gaan veel verder dan dat. En ja. We gaan terug naar de wortels. Ja. En hoe verhoudt dat verhaal eigenlijk met het verhaal dat nu wordt verteld door bijvoorbeeld een bijeen om een RMS tot stand te brengen? Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Goed. Wij houden ons niet zoveel met de politiek nou bezig. Mm-hmm. Omdat we nu terug naar de bron willen. Mm-hmm. En dat we eigenlijk vanuit de bron eigenlijk een, ja, misschien ook wel naar eenzelfde soort verhaal willen gaan als waar de RMS dan mee komt. Of, maar de bron is belangrijk. Terug naar het begin. Ja. Weten wie je bent, waar je vandaan komt. En dat is gewoon belangrijk. Maar de bron is een verhaal van eenheid. Bron is, ja. Sowieso. Wil jij er nog misschien op reageren, Ridouan? Nou ja, als ik terugkijk naar wat mijn opa mij altijd heeft geleerd. Mm. Ga terug naar jouw roots, maar ga... En die gaan bij ons dan verder terug. Ik gaf net aan 622. Mm-hmm. Die vijf van Banda, dan hebben we het over... Upu is voorvader. Dan hebben we het over een Upu Lawataka. Oftewel Rajawayer, waar Lucas en... Marcel twee nazaten van zijn. Dan hebben we Upu Salamun. Ben ik een rechtstreekse kleinzoon, kleinkind van. Upu Lontor, Upu Nera en de jongste zusje Boyratan Timbantana. Wanneer je hun verhaal, zeg maar, hoe hun zeg maar, banden hebben gesticht... Mm-hmm. En hoe hun zeg maar, de structuur verder hebben uitgezet... Mm-hmm. Vanuit Banda tot aan Noord-Molukke, Ternate en Tidore... Ja, dat is een structuur... daar ben ik trots op. Mm-hmm. Want het was echt gewoon een heel mooie structuur van vrijgevigheid. Het was, hoe moet ik het zeggen, hè? Harmonieus. Mm. Het was een systeem, ja. Een structuur die harmonieus was. Ja. Waar alles samen ging. Om de nieuwe termen aan te halen, was het inclusief of exclusief? Het was inclusief, mm-hmm. zeg maar.
Maar alles werd erin meegenomen. Echt het was echt inclusief. Wat, want, je nu, wat mensen ook vergeten is dat het moeilijkste verhaal, zeg maar, even met betrekking tot Banda. Nergens ter wereld heb je zoveel sultanaten dan in Nusantara. Mm-hmm. Waarom is dat? Dat wordt nooit verteld. Hebben zij een relatie slash een correlatie met elkaar? Wordt nooit over gepraat. Wat hebben al die sultanaten gemeen met de 5 oprichters van Banda? Wordt nooit over gepraat. Mm-hmm. Maar al die verhalen zeg maar, van begin af aan, ja, die vallen bij ons in de familie. Mm-hmm. En al die verhalen die zijn allemaal verdeeld over de nazaten. De verschillende takken van de nazaten. En het mooiste ervan is, men zegt nu de laatste tijd van, je kan het verhaal van Banda kun je vanuit meerdere perspectieven benaderen. Wij zeggen, nee. Er is één verhaal. Ja. En dat verhaal komt uit de monden en die zijn geschreven door onze voorvaderen. En als nu, zeg maar, deze tijd papier heilig is, zo heilig is dat papier waar onze voorvaderen, zeg maar, met bloed, zweet en tranen hun geschiedenis hebben opgeschreven, is voor ons heilig. Ja. En dat is voor ons een criteria waar we ons aan vasthouden. En die waarheid, zeg maar, ik denk dat het nu ook tijd is dat die waarheid naar boven mag komen. Ja. Ja. En nu hebben jullie natuurlijk deelgenomen aan het boek, hè, bijgedragen aan de totstandkoming van het boek. Zijn er andere manieren waarop jullie deze verhalen naar voren willen brengen? Behalve dan in het boek en Clubhouse. Ja, Clubhouse. Ja. Nou goed, we worden heel vaak ook uitgenodigd voor podcasts. En mensen willen het verhaal horen. Dus mensen worden gewoon gevraagd om misschien zelfs bij mensen thuis te komen om het verhaal te vertellen. Mm-hmm. Maar ook voor podcast en dat soort dingen. Ja, nou, Clubhouse dan ook. Clubhouse is echt een mooi platform eigenlijk. Ook merken we nu ook wel. Mm-hmm. Dus heel veel nieuwsgierige mensen. Ja. Ja, mensen die echt het ware verhaal willen weten. En eigenlijk schrikken van het verhaal wat dan in één keer gaat vertellen. En dan, Het gangbare verhaal wat nu wordt verteld, wat ook in de Nederlandse geschiedenisboeken staat, is dat volgens jullie ook het gevolg van verdeel en heers? Ja. Ja, ja. Zeker. Maar goed, dat is met alles. Zelfs als je kind wil inschrijven bij een school, dan staat er al een zinnetje van of je kind van Molukse afkomst is. Die wist je niet. Nee. Ja. Is het in Indonesië? Of? Hier in Nederland. Of in Nederland? Ja. Oh, dat wist ik niet. Nee. Ja. We zijn er toen over begonnen. En toen hebben ze het uit de vragenlijst gehaald. Ja. Dus er zijn bepaalde dingen die spelen gewoon. Ja. Steeds. Ja. En wat jullie net ook allemaal aangaven, hè, dat hier bij Molukse Nederlanders vooral ook een hele grote verlangen is om de Molukse identiteit te waarborgen. Dus ik neem aan dat wat jullie naar voren brengen, dat een hele grote puzzelstuk is van die identiteit die ze aan het vormen zijn. Ja, ja. Van huis uit krijg je dan een verhaal mee. En het is vaak eenzelfde verhaal als de buurman of buurvrouw daarnaast. Dus je hebt maar één idee. Dus ja, wij als derde, vierde generatie zijn wat beter geschoold misschien. Ik weet het ook niet, maar wij zijn gaan zoeken. We gaan terug naar de kampong en we krijgen daar dingen te horen. En dat is het. Dat is het echt. Zoals Lucas ook, Riedeman ook, die weet het ook. Teruggaan naar de kampong is gewoon echt teruggaan en ook alles te weten komen. Ja. Wat je hier niet meekrijgt, krijg je daar te horen. Ja. Ja, nu merk ik uit jullie verhaal ook dat jullie vooral de Molukse Nederlandse gemeenschap ook de verhalen willen meedelen. Wat betekent dat eigenlijk voor het verhaal voor heel veel Nederlanders? Voor de geschiedvertelling in het algemeen? Hoe past jullie verhaal daarin? Hoe moeten we dat naar buiten brengen? Ja. Ja, goed, dat we sowieso met een ander verhaal komen is voor mensen al een hele verandering. Mm-hmm. Mensen gaan, hele gewenning. Ja, mensen gaan vragen stellen. Van, zoals nu voor vandaag ook, wie zijn die 3 jongens dan die in één keer met zo'n verhaal aankomen? Mm-hmm. En, maar goed, zoals voorheen een van mijn broeders ook al zei, we hebben het
toestemming gekregen ook van de Moluk. En onze achterban zit ook daar. En alles wordt ook besproken met daar. En dat is ook nieuw, want niet iedereen doet dat. Nee. Klopt. Niet iedereen doet dat. Mooi. Dus, en dat is ja. Uniek. Dat is voor ons uniek. Ja. Dus dan heb je misschien nog één afsluiter boodschap voor Molukse Nederlanders hier, die meer over hun geschiedenis willen weten. Ik denk dat allereerst zonder enige waardeoordeel. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Ik denk dat dat menige Molukkers in Nederland, zeg maar, ook een verhaal hebben. Mm-hmm. En toevallig gaat dit over Banda. Het verhaal van Banda. Over de genocide die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En wij elkaar zijn tegengekomen, zeg maar, op die weg. En ik maak altijd een vergelijking. Ik hoop dat ik hem mag afmaken. Mm-hmm. Molukkers, we zitten op een bepaalde weg. We zitten op een snelweg. Mm-hmm. En de ene die gaat, zeg maar, 80 kilometer per uur. De ene gaat op een fiets en gaat in een hoge snelheidstrein. De ene gaat lopen of kruipen. Maar we zitten allemaal op die weg. Mm-hmm. En het eindpunt is, denk ik, voor ons allemaal hetzelfde. Ja. En het is voor ons allemaal hetzelfde. Teruggaan naar je roots. Ja. Weten wat je rol is, zeg maar, vanuit toen. Dat resoneert tot op de dag van vandaag. Ja. En het maakt niet uit hoe hard we gaan. We hebben elkaar nodig daarin. En ik denk dat nu is het toevallig Banda wat plaatsvindt. Misschien over een jaartje of zo, dat hier andere mensen zitten. Molukse broeders en of zusters die wellicht met een ander verhaal komen met betrekking tot Jan Pieterszoon Koen vanuit de Middenmolukke wat hij heeft aangericht. Op Serum bijvoorbeeld. Ja. Dus ik heb zoiets van sowieso onze dank naar Marjolein en ook Christa, want Christa heeft ons bij elkaar gebracht. Mm-hmm. En aan de hand daarvan is alles voor ons ook in een heel snel trein gegaan. Ja. Het schakelen met Maluku, de kampongs en wat Marcel heel belangrijk is en heel van essentieel belang. We hebben toestemming gekregen vandaar. Ja. En alles wat wij zeggen, wat wij bespreken, wat wij vinden, is ondergeschikt aan het verhaal vandaar. Ja. Dus aan ons wordt verteld, dit kan je vertellen, dit mag je vertellen, dit nog niet en dit mag je niet vertellen. Mm-hmm. En onze achterban is daar. Ja. Zelfs het spreken met Marjolein. In de Molukken. Wow. Zelfs het spreken met Marjolein. Klopt, ze is zelfs... Ja. Nou, mooie brug naar Christa natuurlijk. Die nu het eerste exemplaar van het boek Banda, de genocide van Jan Pieterszoon Koen, in handen heeft. Als je dat even in je handen wil nemen. Dan zien we dat ook. Aan jou de vraag, Christa, als oprichter van Revolutionair Verbond. Wat valt je op aan de huidige bewegingen die de koloniale geschiedenis van Nederland willen decoloniseren? Wat me opvalt is dat er mist een systeemkritiek mist daar. Vandaar dat ook dit onderwerp zo belangrijk is. Het boek is heel erg belangrijk, omdat decoloniseren is het omverwerpen van systemen. Maar als je niet weet hoe een systeem tot stand is gekomen, dan kan je dat ook niet omverwerpen. En ik merk dus dat in de kritiek naar het koloniaal verleden, dat de systeemkritiek daarin mist. Waardoor de kritiek ook naar Indonesië, een ouderwetse koloniale haat is. En daarom dat ik dit boek echt kan aanraden bij mensen. Omdat Marjolein is echt een van de enige historici die ook echt systeemkritiek hebben. Want ze zei net ook al van dat we kunnen het hebben over het verleden en hoe erg het allemaal is. Maar als ze daar geen koppeling maken naar het heden, dan kunnen we wel gewoon allemaal doen alsof we net zo slim zijn en zo. Maar het heeft gewoon niet zo heel veel zin om erover te praten. Dus dat is wat me gewoon opvalt. Dus systeemkritiek, dat luider en ook aanweziger is. Ja, want je ziet gewoon echt dat
als dat er niet is, dan wordt de geschiedvervalsing voortgezet. En dat zie je met dat zie je veel historici ook doen tegenwoordig. Mm. Omdat ze hebben een eigen witte privilege, hebben ze niet gedeconstrueerd. Uiteindelijk zijn ze niet echt tegen het systeem. Terwijl er is wel kritiek, maar uiteindelijk zijn ze niet echt tegen het systeem. Mm. Ja, helder. Mevrouw Patipulohi, dan richt ik me even tot u. U hebt in de inleiding van het boek geschreven over dat racisme en dat verdeel en heers nog tot op de dag van vandaag voelbaar is. Waaraan merkt u dat? Eigenlijk sinds de rechtszaken over de gewelddadige moorden van slachtoffers door de koloniale oorlog die Nederland van 45 tot 49 in Indonesië heeft gevoerd in kaart zijn gebracht, weet eigenlijk nu pas het grote Nederlandse publiek van het lijden van het Indonesische volk. Ja. Maar bijvoorbeeld het nog steeds in stand houden van de helden als Jan Pieterszoon Koen, waar een standbeeld voor is gemaakt. Een standbeeld voor Van Heuts, die de 30 jaar lang Aceh-oorlog heeft gevoerd in Indonesië. Dat nog steeds, en dan kan je daar wel een ding onderschrijven van wat er is, maar je gaat toch ook geen standbeeld van Hitler in Nederland plaatsen. Om te herdenken wat er gebeurd is. En ook de Molukkers die in Nederland zijn gebracht, die worden nog steeds als derde rang staatsburgers beschouwd. Dus ja. Dat is wat er toch nog steeds. En er is nog een heleboel andere dingen ja. die varen. Dat zijn maar concrete dat voorbeelden, inderdaad. En natuurlijk ja. met de komst van het boek en de verhalen die de heren ook uitbrengen, is er in elk geval meer bewustzijn en wetenschap over wat er nu werkelijk is gebeurd. Maar welke veranderingen zijn volgens u dan noodzakelijk om te komen tot de erkenning van wat het Indonesische volk is aangedaan? Nou, in de eerste plaats de erkenning van Nederland dat de Indonesische Republiek bestaat van 17 augustus 1945. En dat betekent dus dat de oorlog van 45-49 een oorlog is tegen een zelfstandige staat. Ja. Dat is één. De erkenning van Nederland voor het slavernijverleden nu opeens wat opkomt van slavernijverleden van in de West. Daar wordt nu zelfs waarschijnlijk een museum en zo voor opgericht. Er wordt helemaal niet gepraat over slavernijverleden in Oost-Indonesië, wat heel veel malen groter was en tot 1942 heeft doorgeduurd, tot de Japanse bezetting. Ja. En dan ten derde, ik hoop dat het boek van Marjolein ertoe bijdraagt dat er wordt in Nederland erkend wordt dat wat een verschrikkelijke koloniale geschiedenis eigenlijk in Nederland bestaat. Ja, helder. En dank dat u. Daar veel meer over. Er wordt nooit over gesproken. Er wordt zelfs nu nooit over gesproken dat het Indonesië dat in de koloniale tijd 70 miljoen inwoners had, nu van meer dan 260 miljoen inwoners stelt. Het is een land zoveel malen groter dan Nederland, dat 3,5 eeuw lang is uitgebuit. Dat zou nu eigenlijk wel wat meer bekend moeten worden gemaakt door ja. bij het Nederlandse volk. En Christa, gaat Revolutionair Verbond daaraan bijdragen? Aan het ook ja, bekendmaken van deze geschiedenis? Nee, niet in het bekendmaken van de geschiedenis.
Maar dat sowieso ook wel natuurlijk. Maar waar we ons meer op willen focussen is gerechtigheid halen. En ook dat er structuren komen om ook die gerechtigheid te kunnen halen. Want het is nu zo ontzettend moeilijk. Door een koloniaal systeem van honderden jaren lang kan je voorstellen dat er gewoon geen structuren zijn om gerechtigheid te halen. En dat is wij als organisatie ons voor willen inzetten. Ja. En gerechtigheid met name natuurlijk voor de Indonesische nabestaanden. Ja. En wat er nu bekend is bijvoorbeeld tijdens de rechtszaken is dat zij ten tijde van de kolonie niet werden gezien als mensen. Dus klopt. Dan zijn die rechtszaken als systeem ook koloniaal. Klopt. Dat klopt. Dus daarom is het ook heel erg moeilijk inderdaad om die gerechtigheid ook te halen. Dus die gerechtigheid hoort er ook bij dat we ook het verhaal ook bekend gaan maken. Maar we willen niet alleen praten, we willen ook echt dingen gaan doen. Dus ja, daar staan we echt voor. Mooi. Helder. Bij sommige bijzonderheden over die rechtszaken. De vergoeding voor de slachtoffers wordt nog berekend naar de hoe noem je dat? Van 1945. De waarde. Ja, dan kom je dus echt op van die bedragen van 123, van toch? 123 euro, zoveel. Hmm. Voordat iemands vader is doodgeschoten. En 48 cent, ja. Nee. Helder. Dus er is veel werk te doen, lijkt me. We zijn nu helaas een einde gekomen van dit programma. Ik wil heel graag de sprekers bedanken. Marjolein, Lucas, Marcel, Ridwan, maar ook Christa en Franziska Patipilohi. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dit programma terugzien kunt u op YouTube of op de website van Pakhuis de Zwijger. Wilt u doneren om dergelijke programma's ook weer in de toekomst te kunnen zien? Dan kan dat via pakhuisdezwijger/p. De volgende livecast van Emancipating History vindt plaats op 4 mei. En dat gaat over de strijd voor inclusieve herdenking. Een discussie die door een van onze gasten hier is aangewakkerd. In 2016, waarna zij helaas in debatten hierover werd uitgesloten. Dank voor het kijken en fijne avond.